Beste leerling, welcome back. VWO 2, hoofdstuk 5.3. Dubbele haakjes wegwerken. Zo, ook nu, net zoals bij enkele haakjes, begin ik weer met de rechthoekmethode. Alleen dit keer zitten in die rechthoek zitten er twee stukjes in die we niet kennen. Nou, willen we de oppervlakte weten van een rechthoek, dan doe je dus lengte keer breedte. Nu zit in die lengte zit een stukje dat we niet kennen, dat stukje noem ik even x. En ik heb er nog een stukje van 7. Dus de ene lengte bestaat uit 7 plus x. De andere lengte, of dat de breedte, bestaat ook uit een stukje wat ik niet ken. Die noem ik x. En een stukje wat ik wel ken, dat is 4. Dus het is 7 min x, 7 plus x keer 4 plus x. Nou, je ziet hier meerdere stukken als je het gaat verdelen in stukjes. Ik ga eerst naar dit kleine stukje kijken. Dus 7 keer 4 is 28. Dan dit stukje. Is 4 keer x, dat is 4x. Dan dit stukje, dat is x keer 7 is 7x. En dan dit stukje, hier, is x keer x is x kwadraat. Nou, wat zie je nu? Dat er nog twee stukken zijn die je bij elkaar kan optellen. Hè? Want dit zijn gelijksoortige stukjes. Dus 28 plus 4x plus 7x plus x kwadraat. Dat wordt dus, ik begin met de x kwadraat, dan heb ik die gehad, dan krijg ik die en die. Dit zijn twee gelijksoortige termen. Dus plus 11x en tenslotte plus 28. Dus de formule luidt x kwadraat plus 11x plus 28. En wat heb je nu uitgerekend? Deze lengte, dat is 7 plus x. Daar zet ik haakjes omheen. Dan ga ik, die ga ik vermenigvuldigen met 4 plus x. Of x plus 4, wat jij wil. Hier staat een vermenigvuldigingsteken. Alleen dat schrijf ik niet meer op, want het is automatisch zo. Dus twee haakjes die zo worden geplaatst, betekenen een vermenigvuldiging. Ik kan dit uitrekenen door een rechthoek erbij te tekenen. Dan wel een vermenigvuldigtabel te maken. En die vermenigvuldigtabel wordt gewoon een dubbele tabel. En eigenlijk lijkt die op de rechthoekmethode. Dus ook weer 7 en x. Hier staat een keer. En hier staat 4 en x. 28, etc. Dus zo staat die genoemd in je boek. We nu even naar een alternatieve manier van uitrekenen. Nou, hoe kreeg ik dit vroeger? Mijn docent zei, we gebruiken een papegaaienbek. Ik moest toen altijd aan een papegaai denken. Aan een vogel. Maar uiteindelijk zat het in de vorm waarin je dingen uitrekent. Ik heb ook hier ook weer dubbele haakjes. Hoe reken ik dit uit? Ik ga alles wat tussen deze haakjes staat vermenigvuldigen met alles wat tussen deze haakjes staat. Dus hier staat A, die ga ik dus vermenigvuldigen met C en D. Dat gaat zo. A keer C, dat is AC. En A keer D, dat is AD. Dan heb ik B, B keer C. En B keer D. Zo. Je ziet nu vier termen. Nu is het zo dat je deze termen zijn alle vier verschillend. En die kan ik niet bij elkaar optellen. In de praktijk zal het zijn dat er nog twee termen zijn die je bij elkaar kan optellen. Hoe zit dat dan? Nou, dat ziet er zo uit. Bijvoorbeeld x plus 3 keer x min 4. Nou, daar gaan we. Maar ook met de rechthoekmethode, maar ik laat het op deze manier even zien. X keer x is x kwadraat. X keer min 4, let op, min 4, is min 4 keer x. 3 keer x is 3x. En 3 keer min 4 is min 12. Nou, dan zie je, die twee die zijn gelijksoortig. Dus van deze vier termen kan ik er nog twee optellen. Dus dit is x kwadraat min x min 12. Nu heb ik dit product, dat is een product, een vermenigvuldiging, heb ik geschreven als drie termen. Dus hier heb ik de haakjes uitgewerkt. Dat heb ik gedaan op mijn manier. Je mag het ook doen met de rechthoekmethode. Maar als je dat heel vaak doet, dan kun je het ook wel op deze manier, denk ik. Ik ga nu behandelen opgave 21. Dus maak die eerst zelf en ik werk hem in ieder geval netjes uit op het bord. Veel succes!
Oké, je hebt de opgave gemaakt. Nou, dan gaan we. 21, opgave A. I is x plus 6 keer x plus 3. Nou, dan gaan we. X plus x. Of x keer x is x keer x. Dat is 1. Plus x keer 3. Plus 6 plus x keer x. Plus 3, 6 keer, dit is erg slordig. Kom op. Oké. Dus y is x keer x, dat is x kwadraat. Schrijf ik als eerste, dan heb ik hier 3x en hier heb ik 6x. Dus dat is 9x. En tenslotte 6 keer 3 is 18. Zo, dus deze is nu zonder haakjes geschreven. X kwadraat plus 9x plus 18. Oké, dan gaan we naar deze. T plus 2,5 keer t plus 4. Dan gaan we t keer t plus t keer 4 plus 2,5 keer t plus 2,5 keer 4. Dus k is t kwadraat. Dan hebben we hier 4t en hier hebben we 2,5t. Dus dat is samen 6,5t. En tenslotte 2,5 keer 4, dat is 10. Ook weer een 3 term. Dat zijn 3 termen, dus we hebben van dubbele haakjes hebben 3 termen gemaakt. Oké, dan gaan we naar c. Dus a is n min 2 keer n plus 4. Dus a is n keer n plus n keer 4 plus min 2 keer n plus min 2 keer 4. Oftewel, a is n kwadraat. Dan hebben we hier n keer 4 en min 2n. Dus 4 min 2 is 2, dus dit is 2n. En tenslotte min 2 keer 4 is min 8. Zo, dat is a, b, 7, opgave 21. Ik ga nu verder met DEF. Oké, opgave D. 8,2 min 3t keer 1 min 2t. Nou, daar gaan we. 8,2 keer 1 is 8,2 keer 1 is 8,2 keer 1. 8,2. En 8,2 keer min 2t, dus plus 8,2 keer min 2t plus min 3t. Keer 1 plus min 3t keer min 2t. Dus min 3t keer min 2t. Nou, een beetje langere vermenigvuldiging wordt dit. Ik begin met de t kwadraat. Dat is deze. En dat is dus min 3t keer min 2t is 6t kwadraat. Dus q is, staat het er nog op? Ja, nog net. 6t kwadraat. Dat is 1. Dan heb ik hier min 3t en hier staat min 16,4t. Dus 8,2 keer 2 is 16,4 met een min is min 16,4. Hier staat min 1 keer 3 is min 3. Min 16,4 min 3 is min 19,4t. Beetje lastig uit te rekenen, maar het klopt wel. 8,2 keer 1 is natuurlijk 8,2. Gaat dat nog goed op? Is dat nog leesbaar? Oeh, net. Oké, sorry dat het een beetje strak is. Dan gaan we naar e. C min 2 keer c min 1. Nou, dan gaan we c keer c plus c keer min 1 plus min 2 keer c plus min 2 keer min 1. Dus s is, we hebben hier c kwadraat. Dan hebben we min c, min 1c is min c, min 2c is min 3c, en tenslotte min 2 keer min 1 is plus 2, dat is die, en tenslotte 2q plus 3 keer q min 5. Mag ik nu een keertje sneller? Ik ga het nu helemaal uit mijn hoofd doen. 2q keer q is 2q kwadraat, dus die heb ik gehad. En dan krijg ik 2q keer min 5 is min 5 keer 2 is min 10, min 10q.
en 3 keer Q is 3Q, min 10Q plus 3Q is min 7Q. En tenslotte, min 3 keer min 5 is min 15. Zo, dat ging wat snel. Goed oefenen, goed op je werk controleren en dan zie ik je wel weer.